is het laatste verslag van de NK Zonnebootrace, gehouden tijdens de Reuzendaai in Akron. Een aantal teams maakt van de gelegenheid gebruik om hun boot te testen in aanloop naar het WK van de Dutch Solar Challenge die start in Amsterdam. Een brandende vraag die ik voor de Koninklijke Marine had was: heb je nog iets veranderd aan de boot? Ja, we hebben kleine aanpassingen aan de vleugels gedaan. En wat voor aanpassingen? Dat die verstelbaar is. Dus jullie kunnen heel hoog uit het water? Ja, dat komt dan beter uit het water. Hey, jullie varen in de V20-klasse. Hoe zit het met jullie snelheid? Dat is ongeveer tussen de 20 en 30 km per uur. En we hebben twee verschillende schroeven. En die zijn we nu ook aan het uitproberen. Om te kijken hoe ze het doen. Dus eigenlijk is dit een generale voor de grote Dutch Solar Challenge? Ja, hier kunnen we verschillende dingen uitproberen. En kijken wat het beste werkt in welke omstandigheden. Een ander team wat zich profileerde tijdens het NK was het NHL-team uit Leeuwarden. Tijdens het NK kwamen ze uit in de A-klasse. Maar wat is nou precies de reden waarom zij niet uitkwamen in de T-klasse? Wij wilden eerst vandaag ook al met de T-klasse meevaren, maar het maken van de boot had wat vertraging. Dus hij ligt nog dus bij de makerij en moet nog ingebouwd worden. Dus we hopen de volgende keer wel met de T-klasse mee te kunnen doen. Okay. Ja. Want jullie hebben een hele nieuwe romp voor de T-klasse? Ja, helemaal nieuw ontworpen. Ik heb wel wat vergelijkbare schepen gezien inmiddels, maar het is wel in principe wel een nieuw ontwerp. Ja. En de race is net geweest, de Endurance. En zometeen hebben we nog de sprint. Wat zijn je verwachtingen van de sprint? Nou, niet heel hoog. Ik heb een aantal hele snelle boten gezien, dus ik verwacht niet al te veel. Maar het zou leuk zijn als we nog een keer mooi eindigen, of nog een keer op de derde plek bijvoorbeeld. Dat zou leuk zijn, ja. En wat ik begrepen heb, jullie bouwen ook jullie eigen zonnepanelen? Ja, daar ben ik zelf nog niet heel erg mee bezig geweest. Daar zit een ander team op, een ander stukje van het team. Maar inderdaad, we bouwen onze eigen zonnepanelen, ja. Hey, en heb je er zin in? Want de start in Amsterdam, dat is natuurlijk wel heel bijzonder in de grachten. Ja, het is hartstikke leuk om dat natuurlijk ook in Nederland te hebben. En lekker door die grachten heen crossen. Ik denk dat het wel een heel leuk beeld is ook. Ja. Ik hoop dat het ook weer mooi weer is. Dan wordt het natuurlijk weer een fantastische dagen. En daar hopen wij natuurlijk ook op. Dit is onze laatste verslag van het NK Zonnebootrace in Akron. Alle deelnemende teams hebben een mooie ervaring opgedaan in aanloop naar het grote WK in juli. See you in Amsterdam!